crazy mother. Duiken tegen Prinses Grem, geef vooral weer onderwijs geven. Want uiteindelijk is het natuurlijk zo, we zitten natuurlijk in een transitie. En om nu al te gaan zoeken naar antwoorden, dat is natuurlijk onzin. Dus dat is wat ik ga doen. Even een disclaimer, even een paar dingen van tevoren. Ten eerste, Rachel Botman werd eerst aangehaald. Van Gogh heeft zich bedacht de afgelopen 5 jaar. Ja, ik denk als je bezig bent in een transitie en je 5 jaar niet bedenkt, dan heb je een redelijk woord voor je hoofd. Uiteindelijk is het natuurlijk loos dat we continu ook onze mening daarin gaan bijstellen. Deeleconomie is niet alleen maar Uber en Airbnb. Ja, uiteindelijk zijn er natuurlijk, als je kijkt in Nederland, zijn er al 150 platformen actief op de Nederlandse markt, deeleconomie. Dit jaar komen er nog zeker nog 80 erbij, is mijn voorspelling. Dus ja, er is van heel erg veel, van heel groot tot heel klein, allemaal ook met andere dynamieken. Dat is belangrijk om te vergeten. Ons beeld wordt vaak bepaald door mensen die niet nadenken, aannames maken om eigen belang en zijn marketing. Heel belangrijk om dat heel veel, kijk, wat ook nieuws in heel veel deelplatformen is dat het vaak hele simpele marketeers zijn. Ja, die vaak in een competitief, niet heel erg handige markt komen. De taximarkt, hè, communicatie niet heel erg goed. En als het goed gaat, dan kunnen ze dat heel snel weer ongedaan maken. Uber, hele simpele marketeers, die weten echt hoe ze hun verhaal moeten vertellen. Oftewel, ja, wat Koen ook zei, geloof niet op zijn blauwe ogen. Die ondernemers die zijn heel vaak technologie gedreven. En dat is wel een probleem in de discussies rondom deelwetgeving, maar ook rondom alle ontwikkelingen uit Silicon Valley. Is dat heel vaak technologie voorop staat. Maar heel erg bijna wordt nagedacht over ja, maar die mens in het geheel. En dat ze eigenlijk heel discussies terugkomen. Let maar op over de komende weken. Dat is iets wat heel erg weinig gebeurt. Kijken we ook naar het grotere plaatje. Uiteindelijk deeleconomie. De discussie die we hebben over deeleconomie gaat niet alleen maar over deeleconomie. Maar zijn discussies die uiteindelijk ingaan op veel bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld discussies rondom Uber en chauffeurs, moet wel niet in dienst zijn, is dezelfde discussie als personeel en pakketbezorgers. Steeds flexibeler wordt de arbeidsmarkt, waarbij werkgevers steeds minder verantwoordelijk willen nemen voor hun werknemers. En allemaal creatieve dingen te bedenken om eronderuit te komen. Dus uiteindelijk heel veel discussies zijn niet echt specifiek rondom Airbnb en platform, maar veel bredere maatschappelijke discussies. En ja, het is wat van de Johan Cruijff uitspraak, het is links en ook niet rechts. Het zijn heel veel dilemma's. Maar uiteindelijk zijn we op zoek naar, maar ja, waar moeten we in die links en rechts uiteindelijk onze positie gaan zoeken. Want ja, ieder voordeel heeft zijn nadeel, maar uiteindelijk kun je van ieder punt in een dilemma wel iets gaan vinden. Ja, en het belangrijkste, laatste van de disclaimer. We zoeken de antwoorden, maar laten we vooral gaan zoeken naar betere vragen. Mijn visie is ook dat je over een kwartier meer vragen hebt dan nu, maar wel betere vragen. Dat even kort. Dit is een klein slideje van het aantal initiatieven. Want uiteindelijk praat natuurlijk over de grote voorbeelden. Wat we een paar jaar geleden hadden ze vanuit een organisatie gekeken. Goh, wat voor particuliere initiatieven zijn er nou in persoonlijk vervoer? En binnen een maand hadden ze er ongeveer 160 gevonden in Nederland. Van de plaatselijke buurtbus tot waar dan ook. Uiteindelijk zijn er natuurlijk heel veel initiatieven actief op de markt. Even het grotere plaatje. Dit ben ik, 6 jaar geleden, waarom gezegd, Rome had erna gegaan en in dit busje 5 maanden door Europa gereisd om met de leiders van 20 grote Europese merken in gesprek te gaan. Nou, tof avontuur. En vervolgens, toen kwam ik terug, boek geschreven, Brand Expedition, nou, was een succes, dat is mooi. Tot dat moest een boek schrijven. Toen heb ik vervolgens de Engelse vertaling gefinancierd via crowdfunding. Ik heb toen in 2011 als eerste ter wereld op basis van aandelen een crowdfundingcampagne voltooid. Daar heb ik 20.000 euro opgehaald bij 171 investeerders. Wat heel mooi was voor de marketing, maar achter de schermen was één drama. Uiteindelijk heb ik een paar tonnen verloren om het geld op te halen. Dus geen goede business case. Maar wat ik wel zag uiteindelijk, het crowdfunding. Mensen vragen een aantal van geld wat elkaar vindt via een platform. Ja, de potentie is heel erg groot. Maar achter de schermen, eigen ervaring, is nog één grote puinzooi. Maar ik ging te nadenken, voor uiteindelijk dat crowdfunding is eigenlijk gewoon een platform, een website. Die vraag en aanbod van elkaar bij elkaar brengt, even heel erg plat gezegd. Maar als je hebt over spullen, heb je dezelfde dynamiek. Als je hebt over kennis of over arbeid, uiteindelijk zie je een platform staat centraal in het bij elkaar brengen van het vraag en aanbod. En dan praat je een beetje over crowdfunding, deeleconomie, crowdsourcing en de gig economy, ook wel even de Koen aangehaald, waar mensen arbeid gaan verlenen via platform. Dus uiteindelijk heel veel discussies die er zijn ook weer breder dan alleen die deeleconomie. Maar gaat in mijn beleving ook heel vaak over een bepaalde online platform-economie. En ik dacht, oké, dit gaat iedere organisatie voor de komende 10 jaar beïnvloeden. Links, rechts, positief, negatief. Maar
dat gaat beïnvloeden, dus dat vond ik wel interessant. Dus toen begonnen we met Cloud Expedition, een nieuw project van mijn eigen organisatie. In de afgelopen 3 jaar heb ik 300 ondernemers in 12 landen geïnterviewd over het onderwerp. Nou, super boeiend. Ik ga eens een jaar ermee door. Daarna heb ik ook op de Next Web een paar interviews gedaan. Dat is mooi van een congres, daar komen alle grote namen naartoe. En die willen dan graag voor de camera staan. En nu even een paar korte analyses erin. Wat is nu eigenlijk echt daar aan de hand? Ja, en dus een paar kleine dubbeltjes ook met het verhaal van Koen. Maar uiteindelijk wat ze doen is, ze faciliteren anderen om waarde te creëren. Dus ze doen zelf eigenlijk niet niks, maar ze faciliteren anderen. Bijvoorbeeld, natuurlijk een Snapcar, zelf in auto's, maar faciliteren aanbod van auto's die stilstaan bij elkaar te brengen. Airbnb, BlaBlaCar. Maar uiteindelijk zie je natuurlijk veel meer, al jarenlang. Bijvoorbeeld Facebook, het grootste contentplatform ter wereld, maakt zelf geen content. En YouTube, het grootste videoplatform ter wereld, maakt zelf geen video's. Nee, ze creëren een platform, een omgeving, waarin anderen hun materiaal kunnen uploaden, een publiek vinden en volgens op die manier de aandacht kunnen krijgen met anderen. Dat is eigenlijk hetgene wat er aan de hand is. En daardoor kunnen ze heel hard groeien. Waarom? Want ze eigenlijk zelf niks doen en niets hebben. Daar is ook wel een keerzijde aan. Want kijk, en dat is, ik ga het ook hebben over de keerzijde, want niet gelijk om te oordelen, maar gewoon om iedereen gewoon verder gaat nadenken. Is bijvoorbeeld bij Uber. En stel bijvoorbeeld dat Uber wordt geroemd van het grootste taxibedrijf ter wereld zonder eigen auto's. Daardoor kunnen ze zo hard groeien. Nou, hartstikke tof, hè? Van ondernemerschap, goed gedaan. Maar die auto's die rijden wel. En die rijden mensen aan, die gaan stuk, die rijden mensen dood. Daar hebben mensen verkracht, of daar gebeuren dingen mee. En ja, dat gebeurt. Maar uiteindelijk is de vraag, kijk, normaal als je bijvoorbeeld een grote organisatie bent, dan heb je mensen die bijvoorbeeld die risico's analyseren, die gaan kijken van, goh, wat nu de echte prijs, de afschrijving, de verzekering en zo. Maar nu ben je voor het risico neergelegd bij individuen. Vaak al lager opgeleid, maar op zich maakt het niet uit, want mensen zijn sowieso redelijk korttermijndenkend, hoog of laag opgeleid. En dan ze praten, ja, kunnen die individuen die risico's en de ware prijs uiteindelijk wel inschatten? Nou, ik denk van niet. Nou, dat is wel het aanspunt. En dan zie je ook die mooie stages voorbij komen, Airbnb, Marriott, uiteindelijk de nieuwe en de oude. Nou ja, uiteindelijk enorme mooie cijfers van Airbnb, weinig mensen, maar heel veel waarde gecreëerd. En Marriott, de oude logorganisatie die niet vooruit te branden. Maar ook in die discussie, kijk, wat er iets gebeuren is, bijvoorbeeld Marriott, 4100 hotels, Airbnb, dat is een oud plaatje, 1 miljoen kamers. En dan is iedereen gelijk van, wauw, gaaf, impressive. Maar als je echt gaat nadenken, denk je, ja, dat is leuk, maar die 1 miljoen kamers. Kijk, zo'n hotelkamer is 350 dagen per jaar, 24/7, is die beschikbaar. Dus een kamer op Airbnb, geen idee, misschien 2 weken gemiddeld per jaar, als je kijkt over het algemeen. Ja, oftewel, die 1 miljoen moet je delen door, heel veel. Dus uiteindelijk, alsnog, indrukwekkend, maar de marketeer weet het ook wel mooi te vertellen. En ze maken dus vragen aan om transparant. En verlagen de drempels voor participatie, micro-ondernemerschap, wat ook RD&D. En dat is ook wel boeiend in de discussie. Kijk, bijvoorbeeld de thuiskamerrestaurants, die bestonden er al jaren. Maar enerzijds was de schaal relatief klein. En tweede was het voor de inspectie te veel gedoe om erachteraan te gaan. En daarom was je zo'n grijs gebied tussen wat eigenlijk commercieel was en wat dan thuis gebeurde, zal ik maar zeggen. En nu ben je meer een platform die enerzijds het gevaar heeft van de potentie heeft om het echt schaalbaar te maken. Want opeens op één website, net als een marktplaats, komt opeens al het aanbod van thuiskamerrestaurants. Waardoor het makkelijk wordt om een thuiskamerrestaurant te starten. Anderzijds, de vragers, de eters, die kunnen makkelijk een restaurant vinden. Waardoor het een potentie heeft om heel hard op te gaan schalen. Kijk, en dat stuk is natuurlijk nieuw. Maar ja, enerzijds kun je dan zeggen, als inspectie, wacht even, dat mag niet. Anderzijds, de discussie die we ook zo hebben, ook zeggen, maar hoe kunnen we het platform gebruiken om uiteindelijk ook een bepaalde taak van inspectie op belastingdienst uiteindelijk te gaan centraliseren en uit te besteden. Belastingdienst gaan outsourcen, dat is ook een mooie gedachte. En ze laten dus onbekenden met elkaar transacties doen, door vertrouwen te wekken middels reviewverzekering en een sterk merk. Komt zo terug. Ze richten zich heel erg op consument en consument. Waarom? Ja, als je bij een bedrijf gaat praten over autodelen, dan heb je eerst de eerste 10 afdelingen. Die moeten het allemaal met elkaar eens gaan worden. Vaak is ook de urgentie niet zo heel erg groot. Daarnaast ook, kijk, als jij je eigen auto verhuurt via een platform, op het eind van een week heb je je geld op je rekening staan. Oftewel, de impact van je handeling is direct zichtbaar. Ja, bij een bedrijf komt het uiteraard op de rekening erbij,
Maar ja, dat zien we niet snel gebeuren als medewerkers zijn. Daar zie je dat consumenten gewoon veel sneller als ze niet oppakken. En daarnaast, ja, bedrijven nemen ook de risico's. Nou, consumenten die bepalen gewoon vanuit hun onderbuik van, ja, leuk, ga ik doen. Dus daar is het een veel grotere markt. Die ondernemers heel vaak, eigenlijk, ja, die beginnen vaak vanuit frustratie en verwondering. Dat is de beste bron voor innovatie. Oftewel dingen die er of niet zijn of niet werken. He, bijvoorbeeld ook het begin van Uber. Ja, jongens, ik kan een taxi krijgen, wat dan een waardeloze markt, ga je zitten. Maar ook bijvoorbeeld Daniel Ringelman, de founder van Indiegogo. Haar ouders waren ondernemers, konden nooit groeien als ze geen toegang hadden tot kapitaal. Ja, dat frustreerde haar. En nu is een platform gebouwd waarbij ze uiteindelijk haar doel heeft om dus toegang tot kapitaal te democratiseren. Iedereen kan funden wat voor hem of haar belangrijk is. Ja, heel erg duidelijk, ja, diepe motivatie. De keerzijde is wel, we zijn wel vaak korttermijn gefinancierd. Venture capitalist. We krijgen binnen 5 jaar hun geld terug met flink wat rendement. Dus de komende 5 jaar, ik wil niet hoe dat gaat veranderen, in ieder geval wat de impact gaat zijn van het grote geld op het ideaal van die ondernemers. Dat vind ik wel spannend. Het waren niet de usual suspects, komen echt uit hele andere hoeken. En daarom merken we vaak wat frustratie bij het gevestigde worden van jongens, waarom hebben we het zelf niet bedacht? Ja, vaak hebben ze het al bedacht, maar door gebrek aan urgentie hebben we het niet uitgevoerd. Ja, want op zich, ideeën zelf zijn natuurlijk niet echt briljant of zo. Ja, iedereen in Nederland was ook een keer bedacht. Maar ja, uitvoeren, dat is natuurlijk kunst. Wat ook gebeurt, en dat is een probleem voor een organisatie, is ze veranderen de default verwachtingen van jouw klant. Laat ik even uitleggen. Stel bijvoorbeeld, jij bent Uber gewend. Ik ga het over het Uber hebben, maar ja, dat is wel een makkelijk voorbeeld. Dan bestel je een taxi, vervolgens heb je de app. En dan zie je dus het auto's bewegen. Dan kijk je gewoon, hij heet Klaas. Hij heeft een 4,9 sterren waardering gekregen. Is een kenteken, heb je een vraag, bel hem. Nou, hartstikke makkelijk. En je ziet gewoon op het scherm, zie je hem gewoon live, zie je hem dus rondrijden. Maar als je als klant gewend bent, ga je het ook verwachten van je andere dienstverleners. Bijvoorbeeld PostNL heeft echt een probleem. Waarom? Ja, als ik een mailtje krijg, gewoon morgen tussen 9 en 12 wordt iets bezorgd en volgens komt hij om 1 uur, hè, succes. Ja, dat ga ik niet meer accepteren als klant zijnde. Ik denk dat dat wel de grootste en meest onderschatte impact is van die hele nieuwe economie op betaalde organisaties. Die indirecte verandering van verwachtingen van consumenten. En inderdaad, die platformen, ze weten zelf nagenoeg niets. Daardoor kunnen ze heel snel groeien. En toen ik eraan begon, 3 jaar geleden, dacht ik, goh, dit soort ontwikkelingen, platformeconomie, gaat eigenlijk alleen maar de niet enorm kapitaalintensieve markten disrupten. Want waarom? Stel bijvoorbeeld, ik denk als ondernemer, goh, ik ga een nieuw 4G-netwerk aanleggen. Ik ga KPN ga lekker starten. Nou ja, dan moet je heel veel geld bij elkaar halen, want ja, die massa is hartstikke duur. Een hoop gedoe. Nou ja, dat gaat niemand doen. Maar toch zijn er partijen die dat soort dingen gaan proberen. Een FireJet, en iedereen die heeft zo'n smartphone. Daar zit een Bluetooth en een wifi-zender in ontvanger. En als we maar met groep mensen bij elkaar in één omgeving zijn, ja, dan kunnen we via de telefoons met elkaar, onafhankelijk van het netwerk, beter te gaan besturen. En dat zijn ze geworden in landen waar de regering af en toe even het internet uitschakelt. En dan op die manier kunnen mensen met elkaar communiceren tijdens moeilijke tijden. En die founder heeft zelf al gezegd, ja, uiteindelijk willen we graag een complete gratis mobiele aanbieder worden van mobiele telefonie. Nou ja, lijkt me redelijk interessant als je daar bij KPN werkt. Wat nu echt nieuw en belangrijk, en wat nu echt de toegevoegde waarde van zo'n platform? Nou ja, de software, eigenlijk 3 dingen. Software, vertrouwen en kritieke massa. Bovenaan beginnen. Software, nou ja, is een website. Het vertrouwen. Het staat eigenlijk uit 3 onderdelen. Enerzijds de reputatiesystemen, van ik waardeer jou, jij waardeert mij. Maar enorm schijnheilig, maar ja, uiteindelijk werkt het nog wel. Het merk van het platform waar je in vertrouwt. Oké, je staat op Airbnb, je staat op Kickstarter. Die vertrouw ik, dus komt wel goed. En die verzekering. Ja, om nog misgaan, dan wordt het geregeld. En ik denk de massa. Dat mag genoeg mensen zijn om uiteindelijk ook te laten werken. Maar richting de toekomst gaan daar wat dingen in veranderen. En daarom denk ik ook. Enerzijds hebben we discussies over hoe steeds grotere centrale deelplatformen de markt gaan beheersen, de Ubers en de Airbnbs. Anderzijds is het natuurlijk een heel ander toekomstscenario. En daarom wil ik steeds zeggen, ja, denk gewoon in die transitie, en niet dat we nu al bij het eindpunt zijn. Want uiteindelijk die software, ja, die wordt gratis. En die is al gratis. Je hebt Sharetribe.com, een bedrijf in Finland, die heeft een open source platform software gemaakt. Die kun je gratis gebruiken. Je kunt het een maandje gratis doen. En daarom betaal je alleen de hostingkosten van een paar honderd euro per maand. Ja, dat is natuurlijk niet heel veel geld als je ten opzichte van dat je alles zelf gaat ontwikkelen. Het vertrouwen. Ja,
dat merken we dat ze ook een sterk vinden. Platform, die grote bedrijven, maar die reputatiesystemen, die gaan ook al via aparte partijen worden opgepakt. Want uiteindelijk wil je natuurlijk een soort van eigen reputatieprofiel hebben als persoon. Want al die platformen, ja, wat ik ook zei, die houden data heel erg graag voor zichzelf. Niet alleen richting onderzoekers, maar ook richting de gebruikers. Want op het moment als ik bijvoorbeeld 10 recensies heb op Airbnb, ga niet snel naar Wimdo toe. Want waarom? Ja, daar heb ik niks, dus daar begin ik opnieuw. En ik wil eigenlijk dat mensen graag weten wie ik ben. Maar uiteindelijk zijn steeds meer diensten ook gekomen die uiteindelijk ook het reputatieverhaal extern op dit platform los gaan rekenen. Ja, en die verzekeringen, op zich is natuurlijk deal economy voor verzekeringen een enorme waardeloze business case. Want kijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar peer-to-peer autodelen, daar is enorm veel kans op fraude. Want ik heb een oude auto, een Volvo, het ding is WA verzekerd, ik rijd er morgen een deuk in, gebeurt zomaar. En dan vraag ik van, Koen, wil jij morgen even mijn auto even via Snapcar even een dagje lenen? Als je gelijk een dagje voor is verzekerd, prima. Hey Koen, hey, ga je een deuk in, wat vervelend. En ik krijg vervolgens van de verzekering mijn deuk vergoed. Uiteindelijk zie je steeds meer dat alle verzekeraars die deeleconomie verzekeringen veel meer in de basisverzekering gaan opnemen. En bijvoorbeeld Centraal Bergmeijer heeft bijvoorbeeld al gedaan met een inboedelverzekering. Die nu ook gewoon Airbnb en gewoon puur gewoon particuliere verhuur ook vergoed. En binnenkort gaan waarschijnlijk ook andere verzekeraars daar ook stappen in maken. Sorry? Dan gaat de premium op. Het wordt eigenlijk meer een optie. Kijk, hetzelfde. Kijk, de logica en de praktijk liggen redelijk ver uit elkaar bij verzekeren. In ieder geval, vind ik dan. Kijk, want op zich, kijk, stel bijvoorbeeld je hebt een reisverzekering, dan heb je ook gewoon een vakje wintersportdekking. Ja, prima, doe die even aan. Dus uiteindelijk zorgt het of in de verzekering of een extra vinkje wat je voor een paar euro per maand gaat verzekeren. Of zijn zelfs, er is nu in Amerika een nieuwe partij waarbij je gewoon spullen gewoon per dag kunt verzekeren. Dus stel bijvoorbeeld, ik leen mijn presenter voor jou van een dagje uit, dat ding is 100 euro, kan die voor een dagje aan jou verzekeren via een platform. Dan krijg je weer hele andere constructies. Maar uiteindelijk, die gaan niet bij de platform blijven in verzekering. Daar ben ik wel zeker over. Antieke massa, het eerste, heel veel transacties zijn lokaal, dus uiteindelijk. Als je eenmaal je buurt goed kent, dan komt het wel goed. En ik ben heel benieuwd waar uiteindelijk Facebook en Google gaan komen in de deeleconomie. Want die hebben natuurlijk al enorm veel mensen op een platform die er dagelijks op komen. Mensen vertrouwen het merk al. Dus dan is het een kleine stap om ook in de deeleconomie te gaan stappen. Ze hebben er wel heel veel in geïnvesteerd. Maar ja, ze moeten vooral steeds een stap gaan maken. Reputatiesysteem gaan ik zoveel over hebben, maar zijn ook redelijk leeg. Dit is wat eentje die ik gisteren heb gekregen vanuit Airbnb. Ja, ik ga even zo iemand wat tijd schaarste. Maar uiteindelijk daar zie je dus ook dat heel vaak wat ik ook zei, mensen een beetje elkaar aan het pleasen zijn van, wat ben je een awesome verhuurder en op die manier. Maar als je ook weet wat voor impact dat heeft op de ander, wanneer jij dus een ZZZ geeft, want heeft de ander geen werk meer bijvoorbeeld. Nou ja, dat vind ik ook vervelend. Dus of stel ik geef mensen niet snel een verkeerde recensie. Als ontwikkelingen, even kort doorheen. Er wordt veel gepraat voor eigen parochie, ook van partijen waar ik niets van had verwacht. Bijvoorbeeld de stakeholders zijn platformen, dat is ook al zijn slimme marketeers. De first movers, die als eerst dat gebruiken, zijn vaak niet heel representatief voor een doelgroep. Vaak meer wat jong, hip, vaak blank, hoog opgeleid. Nou, niet echt door de maatschappij. En in media, kijk van naar de korttermijn impact. Onderzoekers, die hebben gewoon weinig data. Andere partijen, die listen ook een redelijk populistisch mee. Bijvoorbeeld de ING, het onderzoek inderdaad, van Airbnb heeft flink opwaarts beperkt op de Amsterdamse huizenprijs. Op een gegeven moment maken ze heel veel aannames in. Want uiteindelijk zegt ze van, je kunt een ton meer lenen in Amsterdam. Of je in ieder geval een ton meer hypotheek nemen als je juist maar af en toe beurt via Airbnb. Maar wie zegt dat Airbnb over 2, over 5, over 10 nog steeds bestaat, of het nog mag, dat vind ik redelijk gevaarlijk. En zeker als ze dat echt gewoon zeggen, het is gewoon van hun website. En verhuurder kan lasten van een extra lening van bijna 100.000 euro betalen. Nou, voor een partij die leeft van het verstrekken van de hypotheken, vind ik dat een redelijk discutabele uitspraak. Kijk, overheid. Enerzijds hebben we discussie over, hoe ga je dat reguleren? Daar heb ik ook een blog over geschreven. Platformen de ultieme natte droom van iedere inspecteur. Ik zal dat linkje even delen. En ook de vraag, hoe kun je uiteindelijk ook een betere overheid worden door gebruik te maken van platformen. Op zo'n korte termijn, hoe ga je om met regulering en belasting? Lange termijn, hoe ga je uiteindelijk ook een betere overheid worden door gebruik te maken van online deel in de platformen?
En het hele verhaal over, over een meer participatiemaatschappij. Ja, oké, okay. Nou, op zich kan het prima worden gerealiseerd met platformen. Dat is wel visie hebben. Dilemma's, verantwoordelijkheden. Ja, uiteindelijk, mensen doen werk via een platform of huur via een platform. Maar wat kun je van een platform verwachten? Waar verantwoordelijkheden als voor misgaat, bijvoorbeeld qua screening. Eigenaarschap, heel vaak nieuw aan de buitenkant, oud aan de binnenkant. Heel vaak nog heel traditioneel georganiseerd en gefinancierd. Heel veel nieuwe coöperatieve modellen zijn nu al in opkomst. Gaan niet zo snel, maar ik denk gewoon een kwestie van tijd. Je hebt wat je aangedacht, ja, wanneer komen ze nou? Ik denk nog 2-3 jaar. Want het schaalt gewoon veel minder snel dan die commerciële clubs. Maar ze komen er wel. De online reputatie is echt wel een discussiepuntje. Gaan we het zo nog even over hebben. Dus, dat is maar eigenlijk. En inderdaad, ja, het belangrijkste is eigenlijk ook hetgene wat je mee wil geven. Ga gewoon niet op zoek naar antwoorden. Ga gewoon zoeken naar brede vragen en blijf gewoon lekker zelf roerende stand goed nadenken. Dank jullie aandacht.